Hallo, welkom op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Leroy en ik ga vandaag de Open Orakel Dag Kaart reading doen voor 22 juni 2021. En ik ga 3 kaarten voor jou nemen. Dit is de eerste kaart. De tweede kaart voor vandaag. En de derde kaart. Oké, goed. De eerste kaart voor vandaag is Soulmate. Oké, vandaag mag je even extra verbindingen gaan maken met jouw soulmate. Is er een soulmate aanwezig in je leven? Ga er vandaag daar even extra stappen in nemen en laat deze energie even wat meer toe aan binnenkomen. Dan kan je juist helpen en ook een andere vorm van positiviteit en verbinding geven. Oké, hartstikke mooi. De tweede kaart is tijd om te gaan. Tijd om te gaan om bepaalde veranderingen te maken. Het een en ander anders aan te pakken. En doorbraken te maken voor jezelf. Waardoor je meer positiviteit gaat krijgen. En het oude eigenlijk nog meer durven los te laten. Hierbij kan ook eveneens een soulmate je ook misschien even extra bij helpen. Of extra steun bij geven. En de derde kaart is voorhoofdchakra. Dat staat voor de 6e chakra, het 3e oog. En het staat er eigenlijk ook voor om steeds meer de situaties anders te gaan zien en anders voor jezelf te bekijken. En daaruit ook bepaalde stappen te nemen. Dus ook je blik eigenlijk daarin helder te houden en daar vertrouwen in te hebben. Oké, 3 prachtige kaarten. Durf ze te combineren en durf er stappen in te nemen. Oké, mooi. In ieder geval bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En laat hieronder even een reactie achter. Vergeet je dan natuurlijk ook even niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer. Hi.